Ik ben nu weg naar nummer 12. Daar is, als het goed is, een kapploeg van ons aan het werk. En dan gaan we daar gelijk ook even warme chocomel en koffie brengen. Jongens, koffie, chocomel, cakejes. Hè? Maar dus hier is het ongeveer tot hier gekomen. De eigenaar had dat ook ongeveer tot daar afgekapt. En nu is de vraag gekomen voor de rest te doen. Dus, U doet dit als vrijwilligerswerk? Ik doe dit als vrijwilligerswerk. Sinds eind juli ben ik hier aan de gang. Steeds elk weekend kom ik terug naar hier. Word je er niet een beetje moedeloos van? Nee, je mag er niet moedeloos van worden, want dan geeft het op. Je moet blijven gaan voor die mensen, zo simpel is het. Très dur. Même avec les assurances. Les assurances, il faut se battre. On a pris un appartement, il faut payer. Et ah, c'est après, après, toujours après. Toujours après. Et nous, on est pensionnés, donc on a notre pension, mais on n'a plus 13e mois, on n'a plus rien. Hein. Eh bien, on a dû aller chercher toutes nos économies pour commencer à travailler, se meubler de l'autre côté, mettre des meubles. Zo. Zo. Waar ga je nu naartoe? We gaan nu naar het volgende adres. We gaan eerst nog even door Chaudfontaine rijden. Daar gaan we nog een dorp bezoeken wat eigenlijk helemaal plat ligt. Ik hoop dat we er geraken, dat er nu eindelijk een brug is. En daarna gaan we nog op bezoek bij mensen die zitten eigenlijk vast op een geproviseerde camping, caravan, op een voetbalveld. En ook daar is eigenlijk het nodige drama aan de hand. Dus we gaan ook proberen om deze mensen blij te maken. Ja, half juli stond hier in deze wijk bij Chaudfontaine het water een paar meter hoog. De bewoners zijn vertrokken, tientallen huizen staan leeg en niets lijkt op enig herstel. Dus het ziet er heel naargeestig en heel triest uit. Er zijn ook al een aantal voorbeelden geweest van momenten. En er zijn ook al momenten geweest dat mensen uit het leven gestapt zijn. En dat is het erge eraan. Maar je moet je voorstellen, mensen zitten 5 maanden in een uitzichtloze situatie. Eerste lading kukkens. Oehoe. Voilà. Hey. Even kijken. Dit is voor madame. Ah, daar hebben we de pralinees. Nog, wie geef ik nou allemaal het fruit? Ja, er komt nog meer snoep aan hoor. En cakejes. Voilà. Deze caravan is voor weg. Die is voor weg? Daar, de caravan daar is mijn dochter. Die caravan is voor weg. En die caravan is de wasmachine. Je ziet eigenlijk ook aan de beelden hier dat het gewoon de mensen zitten letterlijk en figuurlijk in de modder. Geen stromend water, de douches zijn er niet, dat soort dingen. We moeten 7 kilometer rijden om zich ergens te kunnen wassen. En ja, ik noem het mensonterend.